Het is speel 122. Het is Vitesse tegen Willem II. Het is Paski tegen Daniel. En we gaan kijken wat er van gebakken wordt. Want ik ben ontzettend benieuwd. Ik zeg, laten we niet te lang wachten. We gaan gewoon meteen kijken. Yo, hè? Ik hoor hier aan mijn rechterkant dat wingers niet goed draaien in het team. Maar bij mij gaan ze als de band weer. Maar goed, Vitesse speelt tegen Willem II. Vitesse die de aftrap heeft. Kante hier aan de bal. Dan zie je de bronzen Alenia, als ik het goed heb. Die dadelijk toch even gewisseld gaan worden, neem ik aan. Zie ik Riesman. Die krijgt Bilm hier. En dan is het Alenia weer. En dan, dan valt hij. En dan krijgt hij geen vrije trap. Dus die Bia Biani, die dadelijk ook denk ik van het veld op gaat. Dus zijn er allemaal spelers die... Ja, de toekomst is nog een beetje onzeker bij deze jongens. Dan gaat hier Marquisio. Die probeerde Griezmann weg te sturen. Dat was nou helaas niet het geval. Ik ga ook nog even wat dichterbij zitten, want ik kan allemaal niks van bakken hier. Oké. Dan is het Gareth Bale voor Vitesse. Gaat naar binnen, toen met zijn linkervoet. Het kan gevaarlijk worden. En dat is een Griezmann, ook met zijn linker. Bale speelt hem in op de bruine en dan wordt hij verdedigd door Willem II. Dan gaat Martial hier eruit. En dan vraag ik Griezmann hem diep. Griezmann is toch een speler die wij vaak zien eigenlijk. Terwijl, Benzema niet gezien. Bij sommigen wel eens op het middenveld zag ik hem. Maar, vooralsnog is het Griezmann die de voorkeur krijgt. Of zwaar is natuurlijk. Maar ja, dan moet je maar net de coins voor hebben. Zie ik Gareth Bale. Met een hakje, lekker hoor. Op Kante. En het publiek vindt dat natuurlijk wel mooi. Marcelo hier. Die volgens mij weer op het middenveld speelt, als ik het goed heb. En die speelt hem hier op Neymar. Twee Brazilianen natuurlijk. En het balletje wordt rondgetikt. Het balletje wordt gewoon rustig rondgetikt door Vitesse. Maar dan kan hier de counter komen van Willem II. En dan is hier Arjen Robben, zie ik, die ingevallen is. Voor Bia Biani. Dat is toch een opvallende speler die even het veld in komt. Dat zien we ook niet vaak. Arjen Robben, good old Arjen. Natuurlijk onze trotse Nederlander. Vitesse gaat hier weer de aanval zoeken. Dat wordt denk ik toch wat spelbeeld van deze wedstrijd. Vitesse die op jacht gaat naar de goal. En Willem II die misschien wel iets op de counter hoopt. Dus we krijgen hier de Bruyne die wil uithalen. Maar dan wordt dat verdedigd. Dan komt hier Robben aan de bal. En als Robben aan de bal komt, dan gaat hij toch wel op een sprintje trekken, denk ik. En dan liggen misschien mogelijkheden in de counter. Dan zie je Martial, die wordt verdedigd door Smalling. Komt de Bruyne hier aan de bal, die speelt hem op. Dat gaat helemaal rond. Kante, Griezmann, Bale, Kante. Speelt hem hier. Griezmann speelt hem terugspelen, maar dan wordt hij onderschept door Willem II. En dan is hier Arjen Robben, die een sprintje gaat trekken. Maar dat was te zien, dan krijgt hij hem terug. Arjen Robben. En dan wou hij hier de Berbatov-spin doen, maar die werd ook te zien. Kante hier aan de bal. Hier is het... Griezmann van Willem II. Die probeert hier de opening te zoeken om te gaan schieten, maar dat gebeurt niet. Griezmann die hier de bal wil ontvangen, maar daar zit Dani Alves tussen. En dan is het toch een beetje op en neer gaan, maar tot echte kans heeft het niet geleid. Is het Kante hier. Die ziet de ruimte bij de Bruyne. De Bruyne vraagt 1-2 aan. Wordt hij diep gestoken? De Bruyne, wat gaat hij doen? En daar zit de verdediging tussen. Ik denk dat Smalling was. Als ik het goed heb. En als ik het niet goed heb, dan heb ik het gewoon niet goed. Dat kan dan soms gebeuren. Wat een steekbal zeg. Van Willem II op Griezmann. Dat is natuurlijk wel een linkspoot. En dan wordt hij toch hier van de bal gezet. Want ja, hij heeft misschien te weinig Nutella gegeten. Of te weinig, hoe je het ook noemen wil. Want hij mist een beetje fysiek. Maar snel dat hij is, dat is hij wel. Aan beide kanten zien we de Griezmann natuurlijk voorbij komen. Maar ja, een schouderduwtje. En het is natuurlijk afgelopen. Robben die wordt hier weggestuurd. Is dat geen buitenspel? Dat is geen buitenspel. Een schaartje waardoor hij de verdediger op het verkeerde been misschien zet. Maar hij had wel een kop en die komt hem over. Okay. Het is Robben die het nog wel een goede indruk maakt. Die ingevallen is natuurlijk. Vraagt de keeper hier om even dichterbij te komen. En dan wordt hij kort gespeeld op Walker. Walker die hier wel weer terugspeelt naar Courtois. Courtois die Walker weer zoekt. Dat zijn beste vrienden heb ik het idee. Want die kunnen elkaar goed vinden. En Walker die hier de bal kant in speelt. En dan kan de aanval gaan beginnen. Want dan is hier Marcelo. Die opent op links op Neymar. Neymar is toch een spelletje waar... dat is weer die truc, hè. Dat is de truc van Neymar. Dat is de truc van Vitesse. En wat gaat hij effectief? De Bruyne met de afstandsschot. Het zijn toch wel de trucs waar de supporters voor naar het stadion komen, moet ik eerlijk zeggen. Want dat zijn toch leuke dingen om te zien. Maar ja, vooralsnog 0-0. Dan is het Dani Alves.
En dan is het Bailly die hier op kan gaan bouwen. Voor Willem 2, Shaw op de linksback. En dan is het de ingooi dat het geblokt wordt. Vast nog 0-0. Het is een, ja, zijn een beetje kansen gekomen. Niet heel veel, we moeten gewoon eerlijk in wezen. Maar goed, dan gaan we Pogba op Robben. Robben die toch veel aan de bal is bij Willem 2. Dat valt me heel erg op. Oh, dan gaat hij hier lang. Kan hij spelen op Martial. En dan speelt hij terug op Robben. Komt Robben 1-1 en dan maakt hij hem niet af. In twee instanties maakt hij hem niet af. Arjen Robben laat het liggen. En dan moet ik toch even weer terugdenken aan 2010 tegen Spanje. Want ook 1-1 en dan wordt het gewoon gemist. En zelfs in tweede instantie. Courtois zat er goed bij. Maar dat was toch wel even een waarschuwing van de kant van Willem 2. Maar ja, kansen die zijn er om afgemaakt te worden natuurlijk. En nu is Vitesse weer in aanval. Dan zal hij misschien nog van balen. Maar hier de bal Marcelo. Oh, en dan zit de keeper ook weer. Het gaat alle kanten nu op. Vlak voor rust moet er een doelpuntje gemaakt worden voor beide partijen, heb ik het idee. En dan is daar Robben die weer diep loopt. Die bal krijgt van Martial. En die krijgt hem en dan is het geen buitenspel. Maar hij komt net niet aan de bal. Nee, hier Marcelo speelt hem op Neymar. Misschien komt er voor rust nog maar één doelpuntje. Dat weten we natuurlijk niet. Marcelo hier weer op Neymar. Neymar op Kante. Kante die de Bruyne zoekt. De Bruyne die gaat hem misschien wel de beslissende paas geven. Kijk, geef hem wel breed op Bill. Bill hebben we nog weinig gezien in deze wedstrijd. Walker, die wordt geblokt door Fellaini, wat natuurlijk ook een stevige gozer is. Dan is hier de bal diep op Neymar, maar die mist net het fysiek. Want daar zat de verdediger tussen. En dan is hier Neymar die de bal terug wil spelen en wat misgaat. Dan lijkt het 0-0 te gaan worden in de rust. En ja, wel net op het eind van de eerste helft allebei goede kansen 1-1. Maar allebei niet gescoord, er zaten de keepers tussen. Die deden hun werk natuurlijk goed. Maar daar krijgen ze natuurlijk ook voor betaald. Laten we even eerlijk wezen. Dan is er misschien nog één kans voor Vitesse met Bill. Legt hem terug op de Bruyne. De Bruyne speelt hem diep. En dan is het Willem II die hem uit gaat verdedigen. Ja, heren, we zien hier 60% boven zijn van Vitesse. Dat is aardig wat. En ik weet niet of er nog aanpassingen gaan komen. Ik denk van niet, als ik eerlijk ben. Dan is het 0-0. Gaat, aan beide kanten gaat niks gebeuren. Misschien Willem II. Die wat gaat veranderen. Martial voor Willian. En dan, ja, dan is het toch Vitesse die wel een beetje domineert. Maar vooralsnog 0-0. En ook Willem II die toch twee goede kansen kreeg achter elkaar. Maar ja, 1-1 moet je ze gewoon afmaken. Helemaal in de I-divisie. Het niveau is hier hoog. Maar ja, 0-0. De fans willen natuurlijk ook wat zien. Maar ja, ze spelen natuurlijk al in de focus. Dus ze moeten natuurlijk even goed gefocust blijven. Maar hier Pogba die speelt op Marquisio. Marquisio op Robben. Die Robben die is veel aanwezig in de wedstrijd. Griezmann die hier de snelheid even laat zien. En dan is hier Smalling, als ik het goed heb, die dat voorkomt. En dan de ingooi op Pogba. Paulus Pogba. Gaat hij het dan voorgeven? Dat wou hij wel doen, maar dan wordt hij geblokt. En dan is het een corner. En dan kan er wel eens wat gekke, kunnen er gekke dingen gaan gebeuren. Want corner is 4-17, dat weet je maar nooit. Dan ziet Bailly die de bal opvangt. Die wil dan schieten. En dan komen er countermogelijkheden voor Vitesse. Dan is het hoe Bill die gezocht werd. Maar die houdt hem denk ik net niet binnen. Nee, dat wordt hem helaas niet. En Pasqui is hier denk ik niet blij mee. Die heeft toch veel balbezit. En Willem 2 ook met kansen natuurlijk. Dus ja, beide partijen kansen gehad. Maar 0-0. En we hopen natuurlijk dat er een doelpuntje gemaakt wordt. Robben, dat is toch een slimme set geweest om Robben in te zetten. Want dat is wel de man van Willem 2 op dit moment. Arjen Robben, de Nederlander. Charlie gooit hem ook meteen op Robben. Robben die wordt veel gezocht. Dat is een paas niet zo goed. Maar de bal blijft in de ploeg bij Willem 2. Dan gaat Vitesse toch wat meer druk zetten. Want die willen gewoon die overwinning over de streep trekken. Of overstreept eigenlijk, ze moeten eerst scoren natuurlijk. En dan wordt hier de Bruyne, Kevin de Bruyne wordt die verstuurd. En wat gaat hij dan doen? Dat is een Berbatov spin, maar dat werd doorzien door de verdediging. En dan is Garrett Bill aan de kant van Vitesse die de bal weer opvangt. En dan Willem II die hem uitverdedigt. De druk wordt nu hoger van Vitesse. Vitesse heeft de zin in, kan ik je vertellen. En Willem II, het enige wat ze nu moeten doen, is tegenhouden. Dat is het enige wat ze kunnen doen op dit moment eigenlijk. En dan gaat de keeper die weer... Ik heb veel dronken keepers gezien deze E-divisie, maar ja, hij denkt, weet je wat, we houden hem gewoon niet tegen. En dan wordt het de corner van Willem II. En bij de eerste paal dacht zien we veel natuurlijk dat die bal op de eerste paal wordt gegooid. Maar vooralsnog geen probleem voor Vitesse die hier natuurlijk wel de kant in kunnen zetten. Marcelo natuurlijk een linkspoot. Die wordt onderschept door Chiellini, wat natuurlijk een topverdediger is. Kijk, kan je lang over lullen, maar dat is gewoon een goede verdediger. Pogba of Fellaini. Fellaini wil... Ah, die wou Martial... Nee, Willian natuurlijk wegsturen. Martial is natuurlijk eruit de ploeg gehaald voor Willian. Dan is hier Vitesse. Want Vitesse gaat toch wel op zoek naar die 1-0. Vitesse die gooit wat meer druk op en ja, vooralsnog is Willem II die de bal gewoon naar weg krijgt elke keer. Dus dan blijf je op een 0-0 staan. Dat is toch een beetje onvrede bij beide teams, heb ik het idee. Gaat niet helemaal zoals ze willen.
En dan zie je Williams. Ik zeg de hele tijd William, maar het is natuurlijk Williams. Want dan ben ik toch ook een gekkie ook af en toe. Williams, ja, je moet ze maar net uit elkaar kunnen halen natuurlijk. Het is Griezmann op rechts. Die gaat naar zijn linker toe. Geeft hij hem voor op Robben? Wat gaat Robben dan doen? Dat is de vraag. Robben legt hem terug op Fellaini. Fellaini kan schieten en houdt Courtois hem tegen. Toch een kansje van Willem II, terwijl Vitesse probeert aan te dringen. En dan is het een corner. En dan is het toch ook Willem II die toch niet kaas van brood laat eten, hoor. Die hebben zoiets van, jongens, we gaan gewoon even lekker bezig. En Vitesse die wil wel, maar ja, Willem II die is toch wel, dat biedt toch goede tegenstand. Maar het was nog 0-0 de brilstand. En dan is het toch jammer dat er nog geen goals gezien zijn. Maar ja, ze willen natuurlijk allebei scoren. Dus ik kan het moeilijk kwalijk nemen. Neymar op links voor Vitesse. Dat is een slechte bal, maar die krijgt hem toch wel terug. Alba speelt hier Griezmann in. Griezmann voor zijn linker, maar dan is daar Bailly. Bailly die toch ja, rots in de branding is voor veel teams. En dat op die passing toch wel weer een beetje matig is. De concentratie misschien net niet genoeg aanwezig. Want ze zijn wel aardig gefocust, maar de passing kan iets beter. Er zijn nog 20 minuten te gaan. Dan is het toch nog een beetje een dode wedstrijd. Er zijn wel kansen, 1-op-1 kans geweest. Daar kan je verder niks over zeggen. Maar ja, het is nou eenmaal hoe het is. De Gea met de uittrap. Dus Fellaini van Willem II. En Robben. Die Robben jongen, die zit in zijn nadag van zijn carrière. Maar die heeft het toch wel zin in, kan ik je vertellen hoor. Met die lekkere kale kopje van hem. Ongelooflijk. Fellaini met zijn afro. Nou, maar laten we niet over kapsels gaan praten, laten we gewoon over de prestaties hebben, want ik wijk alweer veel te ver af. Maar als we het over kapsels gaan hebben, dan kan je zeggen dat mijn kapsel ook aardig straks zit. Maar goed, dat is niet relevant. Het is Bill die je op gaat bouwen. Het is Griezmann, Jordi Alba, die ook meer naar voren gaat, want Vitesse gaat aandringen nu. Neymar, en dan is het toch weer de tweede verdediging die stabiel staat verder. Ondanks dat in de eerste helft wel een goede kans was voor Marcelo. Verder doet weer de tweede in de verdediging wel prima. Marcelo speelt Griezmann in. Dan kan hier wat gaan gebeuren. Dan is het. Ja. Probeert hij die verre hoek te zoeken met Griezmann. Dan is hij Bill. En dan wordt het weer onderschept. Weer Bill naar zijn linker nu. Oh, met een Berbatov spin. Buitenom. En wat gaat er dan gebeuren? Een schaartje naar binnen. En oh, wat een paniek in de 16 meter van Willem II. En dan is daar het schot. Maar die gaat naast. Ja, jongens. Het is 0-0. Nog 10 minuten te gaan. Ik denk dat Willem II niet erg zou vinden als het 0-0 zou blijven. Maar Vitesse gaat toch aandringen nu. Hè? Dat zeg ik al de hele tijd. Ze dringen al een tijdje aan. Maar. De verdediging van Willem II heeft nog geen goal te verduren gehad. Griezmann. Pogba op Robben. En dat is buitenspel. Ja. Helaas voor Willem II. En dan is het Fellaini. Jordi Alba nu. Die is het best. Maar dat is toch een ingooi voor Willem II. Dus Williams. We praten niet over John Williams. Jee. En dat is een beetje onvrede bij beide heren. Ze dus, denken natuurlijk wel een paar kleine foutjes die we zien in deze wedstrijd. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk. Dus, ja, tenslotte is het een spel van de fouten natuurlijk, voetbal. Maar ja, als je zelf die fouten maakt, dan zou je natuurlijk niet blij mee zijn. Oh, dit ook. Daniel Alves probeert op te bouwen. En dan speelt hij recht in de voeten bij de Bruyne. En dat kan wel eens fataal gaan worden. Neymar, die gaat hier naar binnen. Een tackle, compleet mis door Willem II. Weer mis. Gaat Neymar naar binnen, nog een keer naar binnen. Dan schiet hij en dan wordt hij alsnog goed geblokt door Willem II. Maar wat maakt Willem II? Wat maakt ze zichzelf moeilijk? Door op te bouwen. En ja, slordige passing. Maar alsnog net op het nippertje. Staat bij hier een Griezmann die hier uit kan komen. Williams kan hem hier terugsturen op Griezmann. En zal het dan gaan gebeuren dat de counter van Willem II dat een doelpunt gaat opleveren. Inmiddels zijn de verdedigers van de Vitesse alweer terug. En ook weer onvrede wederom. We gaan de extra tijd in. 0-0. Het is een beetje, geen doelpunt. Het is een beetje jammer. Oh, dit is heel smerig. Kan dit rood gaan worden? Dit is geel. Dit is wel een tackle van achter van Fellaini. Ik denk dat de scheidsrechter misschien een beetje geïntimideerd is door Fellaini. Dat is natuurlijk een hele lange gozer. Maar geel, ja, weer een professionele overtreding. En dan is er nog Vitesse hier die aan de bal is. Oeh, godverdomme. Net een beslissende paas. En dan is hier natuurlijk ook de onvrede bij Vitesse. En ook weer bij Willem II, jongens. Ze knikken allemaal nee. Ze hebben last van de nek als het zo doorgaat, want er wordt hier veel nee geknikt. Misschien de laatste aanval nog van Vitesse. En ook die wordt weer geblokt. De Willem II. Dus 0-0. Sorry, jongen.